af of die wel echt bestond. En ik denk, nou, misschien moet ik eens in een andere kerk ook gaan kijken. Dus ik ben heel veel gaan shoppen, om zo maar te zeggen. In verschillende kerken. En iedere zondag kwam ik eigenlijk teleurgesteld uit de kerk. En dacht ik, is dat nou alles? En ik werkte als kleuterleidster op school. En een van mijn ouders van de kinderen, die kende echt God persoonlijk, zei ze. Ik kwam met haar aan het praten. Ze zei, ga eens mee naar mijn kerk. Ik heb echt God ervaren. Ik denk, nou oké, naar haar kerk ben ik nog nooit geweest. Laat ik dat eens uitproberen. En ik ging met haar mee. En ik merkte gewoon, de mensen hadden allemaal een ervaring met God gehad. Ik denk, dat wil ik ook. Ik wil gewoon merken dat God er is. En ik heb besloten die avond om een keus te maken voor God. Ik heb gezegd, God, ik wil u volgen. En wilt u mijn zonde vergeven? Ik wil graag opnieuw beginnen.